Ik neem deel aan deze training omdat ik het heel belangrijk vind voor de opbouw van dit district. Ik vind dat wij Coronianen weer moeten gaan werken aan de opbouw van dit district. Ik ben hier de trainer voor een driedaagse training. Het gaat over goede agrarische praktijkstandaarden. Deze training is eigenlijk de basis voor het kunnen produceren van gezonde voeding. En ik denk dat dat ook de basis is voor tal van andere zaken. Je hoort tegenwoordig veel dat er geklaagd wordt in de gezondheidszorg, et cetera. Maar we gaan niet kijken naar de basis. Wat is de oorzaak van al deze ellende nu in de wereld? En het begint allemaal met goede agrarische praktijken. Weet wat je plant, weet dat het veilig is, weet hoe je je planten behandelt, et cetera. En dat is wat we de mensen nu aanleren. Omdat wij absoluut ook die voedselschuurgedachte ondersteunen. En ik denk dat hiermee we een start maken om te werken naar grotere hoogte. Want dit is waar het allemaal mee begint. Goede agrarische praktijkstandaarden zijn regels waaraan landbouwbedrijven zich moeten houden. En die vier, die goede agrarische praktijkstandaarden zijn dus gestoeld op vier onderwerpen. 1 is veilig voedsel, 2 is kwaliteit, 3 is bescherming van de mensen die er werken en 4 is bescherming van het milieu. Nou, ik moet zeggen dat ik tot nu toe geleerd heb hoe je om moet gaan met de standaarden, welke standaarden je moet toepassen van GAP. Het is een internationale organisatie en als je gaat exporteren, dan moet je houden aan de standaarden. En dat is het meest belangrijke, denk ik. Wiuma Fusranang was eigenlijk blessed, gezegend om een project gegund te krijgen vanwege de activiteiten die we verrichten. Ik heb het eerder al verteld, Japan is komen kijken wat we doen en ze waren erg onder de indruk. Ze hebben dus met de IDB besloten om ons verder te ondersteunen. Maar u weet hoe het gaat met vrouwen, met moeders. We denken niet alleen aan onszelf. We hadden natuurlijk kunnen denken van oké, we willen alleen datgene doen dat ons als organisatie naar grotere hoogte brengt. Maar we zijn wel zeker van mening dat wanneer het hele land zich ontwikkelt, ook wij een beter leven hebben in Suriname. Dus het is voor ons een manier, ook al zijn we een kleine organisatie, we bestaan niet zo lang, maar dit is wel onze manier om terug te geven aan de maatschappij. En het teruggeven hebben we gedaan middels op te nemen in het project dat onze collega's, agrariërs, ook geleerd worden hoe eigenlijk beter de activiteit te verrichten naar de vereiste standaarden. En of het nou in cassave is of in groente en fruit, maakt niet uit. Dit zijn de basisstandaarden die ze moeten adopteren, de basiszaken die ze moeten doen om naar grotere hoogte te kunnen gaan en uiteindelijk export. Het belang is 1, dat wij met z'n allen veilig voedsel krijgen als Surinamers. 2 is deze producten en dan is de nadruk op cassave. De producten die worden uiteindelijk verwerkt door Wiuma Fusranang. En natuurlijk moeten zij veilig kwalitatief goede producten hebben om te verwerken tot kokorie. Omdat de afnemers van die kokorie ook eisen stellen waarvan GAP 1 is. Maar uiteindelijk is de bedoeling om nog veel verder te gaan. En dat met veel verder bedoelen we internationale standaarden die we noemen Global GAP standaarden. Dus dit is het begin, zeggen wij. GAP standaarden en uiteindelijk voor de bedrijven die willen gaan certificeren, die moeten dan voldoen aan de Global GAP standaarden. Ja, we zijn met Coroni nu net nog niet op de helft. We hebben al gehad, even kijken, Marowijn hebben we gehad, we hebben Para gehad, we hebben Klaaskriek en Kapasikili gecombineerd, we hebben Wanika gehad, we hebben Bronsweg gehad, nu Coroni. We zitten in april zitten we in Pikinslee en dan hebben we nog Komowijnen, Nikeri heeft ook gevraagd. We proberen dit jaar, het zijn totaal 16 trainingen die we zullen verzorgen. We kunnen dus 400 mensen trainen in goede agrarische praktijken. We proberen dit jaar minimaal 10 afgewerkt te hebben.
Want naast de basistraining Goede Agrarische Praktijken heb je ook nog de training voor de trainer of trainers. Die zullen dan in het veld ervoor moeten zorgen dat ze de mensen begeleiden en helpen. En wat we nu onlangs, waar we toestemming voor hebben gehad, dat een deel van onze training verzorgd mag worden op een ander niveau, een hoger niveau, aan de extension workers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Deze extension workers gaan dan een trainer of trainers training krijgen. En die kunnen dan in het veld de boeren beter begeleiden. En de manier waarop ze getraind zullen worden is eigenlijk een andere methode, een participatieve methode. Een wijze waarop je eigenlijk anders met de boeren omgaat op hun niveau. Want niet alle boeren hebben een westerse scholing gehad. Dus niet alle boeren kunnen lezen en schrijven. Maar de extension workers gaan dan geleerd worden hoe ook dit soort zaken aan de boeren over te brengen. Maar dan op hun niveau. Dus met heel veel plaatjes, et cetera. En daarnaast hebben we dan de goede hygiëne praktijken die we ook gaan trainen. Maar dat is dus in een later traject. We hebben niet zomaar een trainer. De consultant die de trainingen verzorgt is ook Global Gap Assurer. Dat wil zeggen, want Global Gap zijn de standaarden die je moet hebben, of de certificering die je moet hebben om te mogen exporteren. Dus als je groente en fruit vers wil exporteren. En de Gap is eigenlijk de voorganger om te kunnen komen naar de Global Gap certificering. Dus degene die de trainingen verzorgt is een specialist in Global Gap begeleiding. En zij geeft dus een certificaat af, gekwalificeerd certificaat. En het is wel zo, het is niet, want je ziet vaker dat men trainingen volgt en dan komen ze één dag wel en één dag niet. Je moet echt alle drie dagen gevolgd hebben en je moet vanaf het begin tot het eind moet je meegedaan hebben. En dan wordt er getoetst tijdens die training of je wel begrijpt waar het om gaat. Dan heb je recht op je certificaat. Uiteindelijk komt er hieruit een groep die wij verder gaan begeleiden om te voldoen aan die Global Gap standaarden. En uiteindelijk moeten dus twee bedrijven het certificaat, het Global Gap certificaat, behalen. Nou, de bedoeling is dat deze mensen die training volgen, planters zijn. En binnenkort gaan we starten met een bakkerij. Corona heeft geen bakkerij, onder leiding van Kosu Uma. En dan willen we natuurlijk onze cassave kopen van mensen die weten hoe ze hun cassave op de juiste manier moeten planten, op de gezonde manier. Want het is onze voeding en we zullen het verwerken in brood. Nou, het is me meer nu duidelijker geworden dat vrouwen willen planten, maar dat ze dus als vroeger, tijdens onze oma tijd, hun eigen bakkadang niet meer hebben. Begrijp je? Zitten ze in een overheidswoning dat ze hebben gekocht, hebben ze maar een klein erfje. Dus je ziet dat voor deze vrouwen, misschien in coöperatief verband, toch we toch een terrein moeten aanvragen, dat ze toch weer kunnen gaan planten.